Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. In de video van vandaag ga ik jullie een tour door mijn kamer geven. Mijn slaapkamer is echt een hele fijne plek om te zijn. Ik ben er dan ook heel erg graag. Het is niet heel groot. Het is volgens mij 9 vierkante meter. Maar het is prima te doen. Er staat een bed, er staat een kledingkast, er staat een bureau. Ik heb heel wat kamerdecoraties. Mocht je benieuwd zijn hoe mijn kamer er op dit moment eruit ziet, kijk dan vooral verder. Maar doe eerst dat duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laat vooral weten hoe jij jouw kamer zou omschrijven. Het eerste gedeelte van mijn slaapkamer is een klein halletje. Echt eenie mini. Maar zoals je kan zien is daar mijn slaapkamerdeur. En ik heb eigenlijk sinds kort, ik weet niet hoe lang, maar niet echt mega lang, heb ik daar een spiegel staan. Voorheen had ik een losse spiegel in mijn kamer staan, maar dat vond ik gewoon heel erg onhandig. Helemaal omdat ik niet zoveel ruimte heb. Dus ik vond zo'n deurspiegel echt de perfecte oplossing. Ik heb nog wel een andere spiegel in mijn kamer, maar die is zeg maar in mijn kledingkast. En die vind ik een beetje onhandig. Maar dit vind ik helemaal top. Ik kan hier heel makkelijk mijn outfit in checken. En in hetzelfde halletje heb ik ook iets aan de muur hangen. Namelijk dit mooie decoratiedingetje. Ik heb deze gekocht toen ik op Bali was. En deze hing eerst boven mijn bed. Maar hij heeft nu hier een mooi plekje gekregen. Dan de plek waar ik het liefst mijn tijd spendeer, namelijk mijn bed. En naast mijn bed hebben we twee nachtkastjes. Dit is helemaal mijn nachtkastje. En het andere nachtkastje gebruikt mijn vriend als hij hier bij me blijft slapen. Dus ik laat eigenlijk alleen zien wat er in mijn kast zit. Ik heb een aantal decoratie-elementen op mijn nachtkastje staan. We hebben hier een onderzetter waar ik vaak mijn thee op neerzet. Want ik probeer donkere kringen te voorkomen op mijn nachtkastje. Alleen dat is een klein beetje mislukt. Maar vandaar dat hier een onderzetter ligt. We hebben hier een prachtige zoutlamp. Ik heb hem vaak in de avond aan. Want hij geeft dan een hele mooie warme gloed. Maar overdag staat hij uit. Maar ik vind hem zo ook heel erg mooi. We hebben hier een vaas met wat droogbloemen. Deze soort bloemen zijn op dit moment ook heel erg in. En ik vind ze heel erg leuk. En het past ook wel bij mijn stijl. Dan hebben we hier twee boeken. Ik ben, om eerlijk te zijn, niet een hele grote lezer. Maar soms vind ik het wel fijn om een aantal bladzijden te lezen. En dit zijn best wel inspirerende boeken. Zoals deze. Good Vibes, Good Life. How Self-Love is the Key to Unlocking Your Greatness. Deze had ik een keer op het vliegveld gekocht. En dit is The Morning Medicine. Dus dat zijn mijn boeken. Dan heb ik hier ook nog een onderzetter die ik hier bovenop leg. En dit mooie flesje van Gisu. Ik vind deze echt prachtig. Dus ik gebruik hem ook als decoratie-item. Dan de inhoud van de lades. We hebben als eerst mijn bovenste la. En hier heb ik heel wat notitieboekjes in liggen. Want ik weet niet waar ik ze kwijt moet. We hebben een schaaltje met mijn meest gebruikte sieraden van dit moment. Dan hebben we ook nog een sieradendoosje met mijn gouden sieraden. Van het sieradenmerk I Knew Abbott. Daar maak ik regelmatig content voor social media en zo. Dus daar heb ik ook een aantal sieraden van. Dan heb ik mijn pillendoosje. Het is niet zomaar een pillendoosje. Hier zitten mijn vitaminepillen in. Zodat ik ze niet vergeet in te nemen. Want ik vind het fijn om extra vitamintjes in te nemen. Ja, het is best wel een vol laadje eigenlijk. Dan hebben we het tweede laadje. Hier heb ik nog meer boeken. Voor een persoon die niet van lezen houdt, heb ik aardig wat boeken. We hebben hier een boek van Teske de Schepper. Mochten jullie nog niet weten, Teske was back in the days mijn inspiratiebron. En door haar ben ik ook begonnen met YouTuben. Als in van, ik vond haar video's zo leuk dat ik dacht van, oh, dit is misschien ook al iets voor mij. Sowieso support ik haar nu nog steeds. En ik was heel erg benieuwd naar haar boek, dus ik heb haar boek gekocht. Dan heb ik hier een boek over de maan. En dan hebben we nog een boek van Queen of Jetlags. Voornamelijk heb ik inspirerende boeken waar ik zelf inspiratie van uit kan halen of iets van kan leren. Dan hebben wij Zwitser Parfum. Een etuietje. Een bril. Dit is mijn meest gedragen bril op dit moment. En wat kaarten. The Universe Has Your Back. En dit zijn verschillende kaarten die jou een handje kunnen helpen met het leven of je kunnen inspireren. Dus als ik eventjes niet in een goede stemming ben of even niet weet wat ik moet of even wat vrolijker moet worden, dan pak ik zo'n kaartje.
Dan hebben we een la met allemaal cameraapparatuur, bedradingen. Het is zeg maar niet heel erg opgeruimd, want ik gebruik deze la echt elke dag. Hier hebben we bijvoorbeeld een mandje met allemaal opladers en zo. En voorin heb ik een aantal van mijn camera's. En mijn onderste la is een beetje een rommellaatje. Ik heb hier mijn microfoon en een bakje met al mijn telefoonhoesjes. Het is een beetje een random laadje. Zo. Ik ben een persoon die heel veel kussens moet hebben. Ik heb in totaal 4 hoofdkussens. Dat is aardig veel. Ik slaap zelf sowieso met 2 hoofdkussens. Soms met 3. En dan slaapt mijn vriend met 1. Maar het is niet altijd het geval. Maar ik vind het gewoon fijn om te kunnen afwisselen met wat voor soort hoofdkussen ik slaap. En dan heb ik in totaal 3 sierkussens. Trouwens, mochten jullie willen weten waar een specifiek product vandaan komt, laat het dan hieronder in de reacties achter. Ik kan dan elke keer gaan zeggen, dit komt van dit en dat komt van dat. Dat wordt ook misschien too much. Maar dus mocht je willen weten waar bijvoorbeeld dit kussen vandaan komt, Xenos, dan kan je het hieronder in de reacties vragen. Ik heb dus 2 kussens en dan heb ik hier ook nog een kussen. Die doe ik dan aan de voorkant. Ik vind het fijnst als mijn dekbed overtrek ook lekker clean is. Omdat ik best wel een kleine kamer heb, wil ik niet dat mijn dekbed een druk printje heeft. En dan ja, krijg je daar gewoon heel snel hoofdpijn van. Omdat ik best wel veel decoratie items heb. En ik hou gewoon niet van een te drukke kamer. Maar dit is dus alles wat op mijn bed ligt. Oh ja, en wat ik ook fijn vind is om een extra dekentje erbij te hebben. Mocht ik het in de avond frisjes hebben of zo. Of van deken wil switchen. Boven mijn bed hangt een poster. Ik vind het ook wel leuk om af en toe mijn muurdecoratie te veranderen. Op dit moment hangt dat er. Dan gaan we door met de decoratie items die op een andere nachtkastje staan. Zoals ik al eerder zei, zijn de lades van dit nachtkastje van mijn vriend bedoeld. Dus ik ga niet echt per se door de inhoud heen. Er zit voornamelijk kleding in. Op mijn nachtkastje heb ik deze lamp staan. Naast mijn zoutlamp gebruik ik dit lampje ook graag als nachtlampje. Het heeft best wel een industriële vibe. Hou ik wel van. En dan hebben we hier mijn sieradenkist. Het is echt één groot blok. Ik vind het een beetje lastig om dit ergens neer te zetten. Dus vandaar dat ik het in dit hoekje heb verstopt. Maar ik vind dit toch een handig ding. Hier heb ik mijn overige sieraden in zitten. Mijn meest gedragen sieraden van dit moment liggen dus in mijn nachtkastje. Hier heb ik dus mijn oorbellen, mijn kettingen. Wat hebben we nog meer? Ringen, armbanden, horloges. En ik vind dit echt een briljante uitvinding. Wat ik eigenlijk nooit heb laten zien zijn mijn gordijnen. Ik heb hier best wel mooie gordijnen. Dit was er al toen ik in dit huis kwam. En ik vind het best wel schattig. Dus normaal gesproken overdag laat ik deze gordijnen zo hangen. En 's avonds dan doe ik deze gordijnen dicht. En ik heb op mijn vensterbank heel random een nepperplant staan. Ik vond het wel leuk. We staan nu voor mijn kledingkast en bovenop mijn kledingkast staan 3 dozen. Dat zie je net niet in dit shot. Maar in die dozen zitten onder andere extra beddengoed, extra kleding. Achter deze deur hebben we allemaal plankjes. Op het bovenste plankje liggen nu een aantal van mijn truien. Hier hebben we in totaal 4 bakjes met onder andere ondergoed, sokken, pyjama's. Dus dat ligt daar. Ik vind het heel erg fijn om zulke bakjes te gebruiken, want dan is het niet all over the place. Daaronder heb ik al mijn jeans. En daaronder heb ik nog een bak met onder andere overige broeken, zoals pantalons. Dat is wat daarin zit. En dan hebben we hier 2 kastdeuren die open gaan. En hier hebben we al mijn kleding die hangt en een heel klein deel van mijn vriend. Het is gewoon bizar hoeveel kledingitems ik in deze kleine kledingkast heb kunnen proppen. En dat het nog wel overzichtelijk is. Maar we hebben hier een beetje op kleur gesorteerd al mijn kledingstukken. En dan hebben we daarboven een groot deel van mijn schoenen. Ik heb in de hal, in de schoenenkast ook nog een aantal schoenen. Maar dat zijn mijn meest gebruikte schoenen. En deze schoenen gebruik ik iets minder vaak. En hier aan deze kant hebben we mijn riemen hangen. En aan de andere kant zit een tas met mijn gezicht erop. En onderop heb ik nog andere
troepjes, maar dat is een beetje de inhoud van mijn kast. Misschien is het ook wel leuk om een aantal van mijn favoriete items van dit moment te laten zien. Nou, sowieso, het jurkje dat ik nu aan heb vind ik heel erg leuk. Even kijken. Oh ja, sowieso. Dit blouseje draag ik ook heel vaak. Dan deze. Het is wel duidelijk wat mijn lievelingskleur is. En mijn go-to blazer is toch wel dit ding. Direct naast mijn kledingkast heb ik mijn bureau. En hier zit ik ook regelmatig. We hebben hier mijn mooie iMac. Ik heb naast deze computer ook nog een laptop. Die gebruik ik ook heel erg vaak. Het is meer wanneer ik er zin in heb. Soms vind ik het fijn om dit ook als tv-scherm te gebruiken. Dus als ik aan het Netflixen ben, dan zet ik hier een film of een serie op en dan kijk ik hem vanuit bed. Daarvoor is hij ook super handig. Maar ik heb deze al echt 3 jaar of zo. En ik wil hem sowieso niet wegdoen. En ik vind hem ook heel erg mooi staan hier op mijn bureau. En mijn computer staat op een hele chille verhoging. Dit hoorde niet bij dit bureau zelf. Ik heb het er los bij gekocht van de IKEA. Naast dat ik hiermee extra opbergruimte creëer door middel van die 2 laadjes, kan ik hieronder ook mijn toetsenbord onderschuiven en mijn muis. Dus dat is heel erg fijn eraan. Op mijn verhoging heb ik onder andere een lijst met een poster. En hier hebben we mijn aroma diffuser. Ik vind het heel erg fijn om af en toe een geurtje in mijn kamer te verspreiden. Dus dan doe ik die aan. En hiernaast in het hoekje verscholen is mijn make-up spiegel die ook licht heeft. Alleen mijn batterijen zijn bijna op. Dus die moet ik even vervangen. Maar die heb ik dan hier in het hoekje. Net voor mijn computer heb ik mijn planners. Mijn grote planner en mijn kleine planner. Ik wissel het af. De ene keer gebruik ik de ene en de andere keer gebruik ik de ander. In dit hoekje hebben we iets heel opvallends. Ik vond dit wel heel erg leuk staan. En net zoals mijn droogbloemen die je eerder in deze video zag, zijn deze soort planten ook in. En dan heb ik in dit hoekje ook dit mooie schelpending. Deze heb ik van Chanou gekregen voor mijn verjaardag afgelopen jaar. En ik heb er nog één, die zie je straks. En die heb ik op Bali toen gekocht. Maar I love it. Leuk hoekje. Oké, dan heb ik hier een rommellaadje. Ik ga hier niet te veel van laten zien, want het is echt gewoon een beetje van alles en nog wat laadje. En dit laadje hier daarentegen is wel heel erg bijzonder. Want hier zitten al mijn brillen. Dat je echt denkt van, waarom heb je zoveel brillen? Ik heb ongeveer 1 jaar, 2 jaar met Specsavers mogen samenwerken. Dat vond ik echt super leuk. Dus daar heb ik echt een brillenvoorraad aan. Ik heb mijn eigen brillen, zonnebrillen. Ja. En ik vond het gewoon zonde om al mijn brillen in brillenkokers te laten. Dus vandaar dat ik ze mooi heb uitgestald in dit laadje. Dan hebben wij hier mijn make-up la. Jongens, het is een beetje overvol, maar hier heb ik wel echt al mijn make-up liggen. Ik vind het gewoon heel satisfying als alles netjes opgeruimd is. En het is aan de ene kant wel netjes, omdat het in bakjes is verdeeld. Maar aan de andere kant oogt het nog wel een beetje rommelig, omdat het redelijk wat producten zijn. Maar het is prima te doen. Ik kan al mijn make-upjes vinden. En dat is belangrijk. En dan hebben we nog een andere la, die ook redelijk opgeruimd is. Dit is mijn kantoor. Hier hebben we allemaal kantoorbenodigdheden. Washi tape, heel veel pennen. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar al mijn hele leven lang heb ik een pennenobsessie. Ik moet altijd pennen hebben. En ja, ik heb echt te veel pennen. Maar heel veel pennen heb ik ook al heel erg lang. Zoals de Bilo's en bepaalde stiften. Dus dit is mijn kantoorla. Onder mijn bureau heb ik nog een mand. Ik kan hem wel even erbij pakken. Dit is een mand met eigenlijk van alles en nog wat erin. Het is zo chaotisch. Ik probeer eigenlijk deze kleine omgeving zo praktisch mogelijk in te delen. Zo heb ik ook onder mijn bed extra dozen met extra spullen. Die heb ik nu in deze video niet laten zien, want het is echt een bende onder mijn bed. Maar ja, hier berg ik onder andere mijn Louis Vuitton tas op. Ik had hem eerst in mijn kledingkast. Maar omdat mijn kledingkast ook aardig vol zit, vind ik dat een beetje tricky. Dus ik heb hem hier bovenop liggen in de dustbag. Nu even zo. En dan heb ik ook nog andere tassen waarvan ik denk van, oh,
Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit dat het een beetje schots en scheef erin zit. Dit is een beetje mijn tassenmand. Zo noem ik het in ieder geval. En dit is denk ik toch wel mijn favoriete muur van de kamer. Want we hebben hier twee lange planken waar ik verschillende items op heb liggen. In het hoekje hebben we een kaars. En daarnaast hebben we twee posters, schilderijen. Deze vind ik echt heel vet. Dit ben ik samen met mijn vriend. En deze illustratie is een keer tijdens een diner van ons gemaakt. En dat vind ik echt heel vet. Dus die heb ik in mijn kamer staan. En dan hebben we hier een poster van mijn sterrenbeeld. Mijn sterrenbeeld is leeuw. Dus dat vond ik wel leuk. Dan hebben we daarnaast een nepplantje. En een tasje van Dior. Ik was een hele tijd geleden bij de Bijenkorf. En toen had ik een aantal testers gekregen in dit tasje. En toen dacht ik, dat tasje wil ik wel bewaren. Dus die heb ik daar staan. En dan gaan we naar de onderste plank. Zoals je kan zien hebben we hier nog een mooi schelpen ding. Deze komt uit Bali en de andere ergens in Nederland. Wat ik wel heb gemerkt. In Bali waren ze dus blijkbaar veel goedkoper. Eigenlijk wel logisch. In verhouding met de schelpen dingen die je hier in Nederland koopt. Maar ik vind het wel leuk dat ik er twee heb. Want ik word er heel erg blij van. Dan hebben we hier een vaas met geen inhoud. Een kaars, een geurkaars die ik nog niet heb opgebrand. Dan heb ik hier nog twee andere posters. En een vintage camera. Ik heb meerdere vintage camera's. Maar ik wil niet mijn hele kamer ermee decoreren. Dus ik bewaar die voor het moment dat ik een andere woning ga krijgen. En dat ik dan samen ga wonen. En meer ruimte heb. Misschien kan ik dan een speciale kast kopen waar al die camera's in komen te staan. En ik heb eigenlijk geen idee of je het doet, maar ik vind het gewoon mooi als decoratie. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om een kijkje in mijn kamer te nemen. Laat vooral weten hoe jij jouw kamer zou omschrijven. Ik vind het toch wel fijn als mijn kamer een rustige uitstraling geeft, maar toch wel leuk gedecoreerd is. Doe vooral een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!